Hi, mijn naam is Jeroen Veldkamp. En in deze video vertel ik graag meer over hoe de term barista eigenlijk is ontstaan. En welke skills je nodig hebt bij het maken van een koffie. Ook vertel ik je alles over de belangrijkste elementen om tot een perfecte kop koffie te komen. Voordat ik jullie ga meenemen in de barista skills, wil ik jullie even kort iets vertellen over de term barista. Kijk, allereerst is een barista iemand die de tijd, de ambitie en de kennis heeft om vanuit iedere kop koffie het beste resultaat te maken. Maar je kan de term barista ook vergelijken met de Zuid-Europese barmannen, die natuurlijk van oudsher veel meer met espresso te maken hebben dan de Nederlandse barmannen. Wij komen uit een filterperiode. En sinds de jaren 90 is daar pas verandering in gekomen, want toen kwamen deze espressomachines in de Nederlandse horeca. En toen werd ook de term barista populairder onder de Nederlandse horecamedewerkers. In Duitsland, Frankrijk, Nederland en Scandinavië zijn wij groot geworden met filterkoffie. Tot er in de jaren 90 verandering in kwam, want toen kwamen de eerste espressomachines naar Nederland. En toen ontstond de interesse vanuit Nederlandse barmannen en vrouwen om meer met espresso koffie te gaan doen. En dat was ook de periode dat de term barista in Nederland steeds populairder werd. Een heel belangrijk onderdeel van het barista zijn is ook respect voor de koffie. Want als je het product helemaal terugvolgt in de keten tot en met het oorsprongsland, er zijn een heleboel mensen die elke dag met veel liefde en heel veel tijd werken aan de kwaliteit van de koffie. Denk aan de koffieboer en denk aan de koffiebrander. Die stoppen allebei heel veel smaak in die koffieboon. Als barista zijnde kun je dat hele proces maken of breken. Dus om alles uit die koffie te halen, moet je gewoon op de hoogte zijn van het oorsprongsland, bijvoorbeeld de manier van branden en de smaakprofielen die je terug kan vinden in jouw koffie. Als barista zijnde ben je continu op zoek naar de perfecte espresso. En de perfecte espresso heeft een perfecte doorlooptijd. Daarom moet jouw koffiemolen altijd optimaal afgesteld staan. Dat kun je doen, in dit geval, door middel van aan deze knop te draaien. Staat hij nou te grof afgesteld, dan loopt het water te snel door je koffie heen en dan krijg je een hele vlakke, rinzige smaak. Staat hij te fijn afgesteld, dan loopt het water veel te langzaam door de koffie heen, waardoor er een negatieve bitter ontstaat. Een juiste dosering is essentieel om een optimale extractie te bereiken. Als je te weinig koffie doseert, dan krijg je een onderextractie en zo komt er veel te weinig smaak in je koffie. Doseer je nou te veel, dan komt er juist veel te veel smaak in je koffie en dat wil je ook weer niet. Dus zoals je ziet, moet je als barista op nogal veel aspecten letten. Bij de zettechniek espresso wordt heet water onder hoge druk door die gemalen koffie heen geperst. Bij een ideale dosering en bij een ideale maalgraad werkt het optimaal. Maar je moet de koffie wel goed aangedrukt en goed geleveld hebben. Want door het levelen van de koffie maak je een heel mooi vlak koffiebed. En door het aandrukken van de koffie pers je die koffie zo stevig aan elkaar dat die machine als een bars nodig heeft om het water gelijkmatig door die gemalen koffie te krijgen. Waardoor je een gelijkmatige extractie krijgt. Doe je dit nou niet, dan krijg je channeling. En channeling wil zeggen dat het water te makkelijk door die koffie wordt geperst en dan krijg je een onregelmatige extractie. Nou, hebben we de koffie vers gemalen, goed gedoseerd, goed geleveld en goed aangedrukt. Als alles goed gegaan is, dan krijgen we zometeen een espresso met een geweldig mondgevoel, een heerlijke balans en een perfecte crème laag. Als je dan die perfecte espresso hebt gemaakt, dan kun je in principe alle andere varianten ook maken. Populaire varianten zijn bijvoorbeeld cappuccino, latte macchiato of flat white. En daarvoor ga ik je nu vertellen hoe we de melk gaan opschuimen. Om melk goed op te kunnen schuimen, heb je nodig een melkkan en verse, volle melk. En probeer die melk zo koel mogelijk te gebruiken. Het opschuimen bestaat zometeen uit twee fases. Het stretchen en het whirlen. Want volle melk heeft twee ingrediënten die heel belangrijk zijn voor het schuim. De ene is eiwit, die zorgt voor het schuim. En de andere is vet. En die zorgt ervoor dat die schuimbubbeltjes aan elkaar gaan plakken, waardoor er een microfoam ontstaat. Stap 1 bij het schuimen is het stretchen. Dus wat je nu hoort,
dat lichte gesis, dat zorgt ervoor dat er lucht in die melk komt, waardoor die dik wordt. Dat noem je stretchen. En wat ik nu aan het doen ben, is de melk aan het whirlen, waardoor die ronddraait. En waardoor ik de belletjes die ik er net heb ingeblazen, er ook weer uitdraai. Nou, als die melk opgeschuimd is, belangrijk om een goede tik op de bar te geven, waardoor de vloeistof naar beneden zakt en het schuim aan de bovenkant blijft hangen. En dit is een heel belangrijke stap, het bewerken van de melk. Dus de melk gaat scheiden van elkaar en door het whirlen gaat die weer in elkaar mengen. Nou, heb ik in deze kan perfect opgeschuimd melk, dat heet dan microfoam. En ik heb een hele mooie espresso met een dikke crème laag en daarmee maak ik dan de cappuccino. En dat figuurtje wat ik er nu in maak, dat noem je latte art. Fijn dat je gekeken hebt naar deze video. Ik hoop dat je met deze tips en tricks nu in staat bent om geweldige espresso's en cappuccino's te maken. Wil je nou meer tips, wil je meer tricks of meer video's zien? Ga dan snel naar onze intranetpagina. Tot snel!